No. Ben ik Mooi, weer terug? hallo. Ja, Johan, Oké. wacht, we zijn nu on air. Ik heb de indruk dat we net even off air waren. René, ik kom Zo. even in beeld erbij. Jij bent nu wel zichtbaar. Kan jij in de chat laten zien? Ilja, mag ik even overnemen? Ja, mag. Ja. Helaas waren we door een technische storing inderdaad niet in beeld. Dus ik wil eigenlijk voorstellen om eventjes opnieuw te starten. Er zijn wel mensen online, die zitten ook te wachten. Dus is dat mogelijk dat we gewoon even opnieuw starten? Johan kan alles. Het is nu dan. Zit ik nog binnen de tijd? Ja, tijd nog Ja een hoor. minuut Nu dingetje, extra, maar we gaan even zien Johan. hoe we dat gaan doen. Maar moet Dan er geef ik helemaal het woord weer aan jullie. met de productie beginnen? Vanaf wanneer moet ik... Vooraan. Oké, ik ga er heel snel doorheen dan. Ja? Ja, nou Hoor je Johan. me? Welkom, iedereen kan ons nu ook horen en zien. Mijn naam is Ilja Werkhoven, directeur van NEVAP. Martin, ben jij er nog? Martin is volgens mij technische problemen aan het oplossen, die volgens mij nu opgelost zijn. Ik kan even teruglopen in beeld zelfs. Als dan degene die schakelt mij ook weer in beeld zet, dan kun je mij een vraag stellen. Ik Julia. hoor je wel, maar ik zie je niet. Nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Maar dat geeft niet. Of tenminste, ik weet hoe je eruit ziet. Dat scheelt misschien. Maar het is voor de andere mensen wel fijn als we je kunnen zien. Nou. Ik kan het eventjes niet in beeld zien, denk ik. Of zie Je je moet er me gewoon even doorgaan, jongens. nu? En Ja, jullie zien het niet, maar de mensen thuis kunnen mij wel zien. dat is Of de mooi. mensen op het kantoor. Dus stel je vraag, Julia. Nou, ik wilde voorstellen om even de goede presentatie, of even dat we nu doorgaan. En dat we hem even overpakken. En dat we aan de slag gaan. Want we zijn samen hier. En dat is voor de mensen waar we net gestart zijn. Ik hoor een enorme piep. En een kraak. Wie staan? Ja. En volgens mij gaan we nu gewoon nu starten. Martin, wil jij gewoon uitloggen gewoon en ons ding laten doen? Dan gaan we aan de slag volgens mij. Johan, ik ga jou gewoon het woord geven, want we zijn aan de slag om te kijken hoe wij nou smart data kunnen verbinden aan de gezondheidszorg. En aangezien we nu gewoon starten, ga ik beginnen met Johan. Introduceer jezelf even kort en dan gaan we aan de slag. Ja, ik hoop dat we nu goed zitten online. Mijn naam is Johan van der Zwart. Ik ben onderzoeker aan de Universiteit Twente. Onderzoeker Citizen Science for Responsible Innovation in Healthcare Technology. En daarnaast Assistant Professor Architecture in Health aan de NTNU, Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. En ik combineer dus architectuur en zorg met een achtergrond in zorgmanagement, die meer naar de sociale aspecten van zorg kijkt. Dit is de vraag waar ik eigenlijk altijd mee bezig ben. De samenleving vergrijst en mensen worden ouder, maar deze extra levensjaren gaan gepaard met een hogere ziektelast. Ondertussen gaat de vergrijzing onder zorgprofessionals sneller en daarom zijn er straks minder mensen om meer werk te doen. En hoe kan architectuur, technologie en organisatie van zorg daaraan bijdragen? Dit begon eigenlijk, dit denken, tijdens mijn schrijven van mijn proefschrift, Building for a Better Hospital, Value Adding Management and Design of Hospital Real Estate, waarin ik naar de context value management en design van ziekenhuizen heb gekregen in de periode waarin de ziekenhuizen zelf verantwoordelijk werden voor de organisatie van hun vastgoed. Dat betekende dat zij zich ook moesten herpositioneren en nadenken over de context waarin zij als organisatie opereren en de besluiten die zij moeten nemen over de toekomst van de organisatie van zorg voor hun organisatie. Het begrip waarde is daar een heel belangrijk onderdeel in. Dus ik heb dan gekeken naar de toegevoegde waarde van vastgoed. En wat dit betekent voor de verschillende stakeholders. Dus een waarde voor patiënten ten opzichte van de waarde van het gebouw voor een verpleegkundige of een arts. En hoe deze puzzel bij elkaar gebracht kan worden. In mijn proefschrift kwam naar voren dat eigenlijk drie concepten, people, process, place, mensen, plaats en processen, daarin een heel belangrijk aspect vormen.
En dit is eigenlijk weer te koppelen aan een citaat van Florence Nightingale. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat ze geboren werd. En die eigenlijk in haar boek geschreven heeft: nursing is the act of utilizing the environment of the patient to assist in his or her recovery. En dit citaat laat eigenlijk al zien hoe Florence Nightingale verpleegkundige definieert als het inzetten van de omgeving om de patiënt te ondersteunen. En dat past dus ook heel mooi in de concepten van people, process, place, waarbij je dus ook kan kijken naar hoe kan je dat dan op een andere manier organiseren. Dan kom je eigenlijk tussen die concepten uit. Dus je zeg maar tussen mensen en plaatsen kan je kijken naar de optimalisatie van het gebouw. Dus hoe, hoe de architectuur bijdraagt aan deze waarde. Tussen mensen en processen heb je het over de optimalisatie van zorgprocessen. Hoe je die kan inzetten om betere zorg te organiseren. En tussen plaatsen en processen kan je kijken naar technologie. Dus hoe je de technologie kan inzetten voor betere zorg. En het halen van de doelstelling betere zorg met minder mensen te realiseren. Na mijn proefschrift kwam ik terecht in Trondheim, waar ik samengewerkt heb met het Sint-Olaf ziekenhuis in Trondheim. Het een van de eerste ziekenhuizen is die het Building Information model eigenlijk heeft ingezet om niet zozeer voor het gebouwproces en het realiseren van de gebouwen, maar voor het organisatieproces, dus het organiseren van zorg. En hoe zij dat doen is door de sensors in de fysieke omgeving, het wifi-systeem, in te zetten om alles wat een wifi-transmitter heeft, dus dat kunnen kleine apparaatjes aan verbonden aan bedden zijn, maar ook telefoons en iPads bijvoorbeeld, om die te lokaliseren en die te visualiseren in het BIM-model. Waardoor je eigenlijk een virtuele omgeving krijgt die je kan inzetten om de echte fysieke omgeving te analyseren, voorspellen en misschien helpen aan te sturen. Dit heb ik verder uitgewerkt in een model waarin we hebben gekeken naar hoe je data uit het ziekenhuis over de organisatie, systemen en de chronologie van gebeurtenissen kan inzetten voor het modelleren van zorgprocessen, gebouwinformatie en patiëntenstromen. En hoe je eigenlijk op basis van simulatiedata uit die real-time data eigenlijk door middel van een dashboard kan kijken hoe je processen daadwerkelijk verlopen in het ziekenhuis en waar je eigenlijk zou moeten ingrijpen om bottlenecks bijvoorbeeld op te lossen. Een recent project waar we hebben aangewerkt, brengt het eigenlijk nog een stap verder. En dat is Smartingale. Dat is hoe je ook vervolgens artificial intelligence daaraan kan toevoegen. En hoe je eigenlijk sensoren rondom de patiënt in de samenleving kan gebruiken om die, en artificial intelligence kan gebruiken om die patiënt te monitoren. En uitzonderingen te filteren, te vergelijken met andere ziekenhuizen, zodat je daar op basis daarvan de formele en informele zorg kan aansturen. Dus dat is mijn kort en bondige samenvatting van de presentatie. En ik kijk ernaar uit om met jullie verder in discussie te gaan over kunstmatige intelligentie en smart gebouwinformatie voor optimalisatie van zorg. Ik heb in de chat nog geen directe vragen gezien. Er was even een vraag eerder over, hoe zitten de verhoudingen? Je liet zien dat er mensen, proces en plaats waren. Moeten die tegelijk plaatsvinden? Of zeg je, dat is echt wel een aandachtspunt waar we meer aandacht aan zouden kunnen geven? Het gaat eigenlijk vooral om de gebieden tussen people, process, mensen, plaatsen en processen. En de samenhang daartussen. En uiteindelijk, in mijn perspectief, gaat het om hoe je die drie kan organiseren, waardoor de werklast voor zorgprofessionals lager wordt.
Dat is misschien ook precies de focus van innovatie moeten zijn. Ja. En dat is misschien ook precies het bruggetje waarmee we naar Marlijn kunnen gaan. Dankjewel, Johan. Want we gaan straks na alle presentaties gelijk door. Marlijn, jij doet ook onderzoek. Kan je daar meer over vertellen? Want hè, je bent design manager, PhD in design for well-being. Kan jij laten zien waar jij mee aan de slag bent? Ja, zeker. Dankjewel. Ja, ik ben dus Marlijn. Ik ben, zoals al gezegd, aan het promoveren op het ontwerp van zorgtechnologie en werkzaam op het project R4Heal. En R4Heal is een project dat kijkt naar hoe we nieuwe technologie kunnen inzetten in de patiëntenkamer. Het wordt geleid door Harry van Gorn. Die wordt neemt dadelijk van mij het woord over. R4Heal zijn we dus onderzoek aan het doen naar allerlei nieuwe technologie. En kijken naar in hoeverre draagt dit nu bij aan het welzijn van zowel de patiënt als van de zorgverlener. Dus wat de patiënt betreft, kijken we naar wat doet het nou met de gezondheid van de patiënt. En dan kijken we naar technologie als onderdeel van de healing environment. Dus kijken naar hoe kan die omgeving bijdragen aan afleiding van pijn, vermindering van stress. Hoe kan de omgeving zoveel mogelijk stimuleren om patiënten te laten bewegen. Omdat beweging vroeg in het herstelproces belangrijk is. Er praat iemand doorheen. Ik weet niet, misschien ergens een speaker uitzetten. Dus we kijken naar beweging en naar slaap. Omdat we merken dat slaap in het ziekenhuis vaak slechter is dan gewoon bij mensen thuis. Terwijl slaap juist zo belangrijk is om te herstellen. Dus naar die onderdelen kijken, van hoe kunnen we dat verbeteren met technologie. Maar we kijken ook naar een aantal andere items. En dat is, draagt de technologie bij aan de autonomie van de patiënt? Kan die zelf de technologie gebruiken? Heeft die controle over zijn patiëntenkamer? Kunnen we met techniek iets betekenen in de veiligheid? Bijvoorbeeld het aantal valincidenten verminderen in de patiëntenkamer. Kijken van, staat de techniek niet in de weg? Tussen de patiënt en de verpleegkundige bijvoorbeeld. Maar we willen zoveel mogelijk de techniek laten bijdragen aan deze relaties. We onderzoeken of het voldoet aan alle privacy, wetgeving, ten opzichte van de patiënt, maar zeker ook ten opzichte van de verpleegkundige. En kijken van, is het voor iedereen comfortabel, gemakkelijk in gebruik, intuïtief, ongeacht leeftijd of achtergrondkennis. Dat zijn dus aspecten waar we onderzoek naar doen. Vanuit dat onderzoek wat we nu doen, wil ik jullie graag meenemen in een soort patient journey van de toekomst, waarin de patiënt het ziekenhuis doorgaat en voornamelijk in de patiëntenkamer is. En welke nieuwe technieken wij in deze patiëntenkamer voor ons gaan zien. Dus dat begint al thuis, die patient journey. Dus op het moment dat de patiënt weet dat hij naar het ziekenhuis moet, voorzien wij dat hij thuis alvast wat vragen moet gaan invullen. Van bijvoorbeeld, hoe laat gaat hij normaal gesproken naar bed? En op basis van deze vragen kunnen wij de patiëntenomgeving, de healing environment, gaan aanpassen naar de individu. Dus als we weten dat iemand om 10:30 naar bed gaat, dan kunnen we de televisieschermen op de achtergrond van intensiteit dimmen, de verlichting in de kamer omlaag brengen op dat tijdstip. En zo gaan bijdragen aan het circadiane ritme van de patiënt. En de slaap van de patiënt in het ziekenhuis gaan verbeteren. Dus hetzelfde geldt voor overdag, juist de verlichting hoog hebben. Zodat de patiënt overdag wat minder slaapt en juist een betere slaapkwaliteit heeft 's nachts. Nou, zodra de patiënt dan eenmaal in de patiëntenkamer is, die zie je hier op de achtergrond, krijgt hij uitleg over de nieuwe technieken. En is het vooral de bedoeling dat de patiënt controle heeft. Dus we hebben in eerder onderzoek met patiënten in ons ziekenhuis geconstateerd dat patiënten heel erg veel behoefte hebben aan zelf controle hebben over die omgeving. Dus nu moeten ze bellen naar de verpleegkundige voor elk klein dingetje. Dus als ze de lampen aan willen doen of de gordijnen willen open doen, dan moet daar een verpleegkundige voor komen. Maar wat we willen doen is in de toekomst de patiënt juist controle geven hierover. Door via een tablet gordijnen te laten openen, verlichting aan te zetten, temperatuur aan te passen. Zodat daar geen afhankelijkheid meer voor is van de verpleegkundige. Nou, hier zie je een foto, misschien een beetje moeilijk te zien. Op de achtergrond zie je een grote televisiemuur. En die willen we inzetten, onder andere dus zoals ik zei, voor het dag- en nachtritme te simuleren.
Dus hier kun je bijvoorbeeld een sterrenhemel laten zien op het moment dat de patiënt normaal gesproken naar bed gaat. En ze ook laten bijdragen aan het herstel. Maar die schermen die willen we voor veel meer doeleinden inzetten. Onder andere ook bijvoorbeeld door verschillende meldingen hierop te laten aankomen. Dus op deze foto zie je een sensor die we op dit moment groot aan het testen zijn. En dat is een valpreventiesensor. Dus het idee van deze sensor is dat die meet wanneer een kwetsbare patiënt omhoog komt uit bed. En op het moment dat die omhoog komt, gaat de vloerverlichting aan, zodat de patiënt de vloer in elk geval al ziet. En daardoor het risico om te vallen vermindert. Tegelijkertijd gaat er een signaal naar de verpleegkundige. De verpleegkundige kan een signaal terugsturen naar de patiënt. En aangeven, blijf in bed liggen totdat ik kom om je bed uit te helpen. En met deze techniek zijn we eens aan het kijken van kunnen we hiermee het aantal valincidenten in het ziekenhuis gaan verminderen en zo ook de veiligheid van de patiënt gaan verbeteren. Verder kunnen we de schermen inzetten voor communicatie met thuis, maar ook communicatie met de verpleegkundige. Ze hebben eerder ook van patiënten gehoord van nou, soms heb ik gewoon een hele kleine vraag waar alleen een ja of een nee op gegeven moet worden. En dan durf ik hem niet te stellen omdat dat gewoon te veel vraagt van een verpleegkundige die al heel veel tijd, die al veel om handen heeft. En hier wordt aangegeven, nou, kan ik er niet gewoon een appje sturen of eventjes laten inbellen bijvoorbeeld. Zeker in isolatiekamers waar je normaal gesproken als verpleegkundige helemaal omgekleed moet zijn voordat je naar binnen mag. Zo kan je dus bijvoorbeeld denken aan videobellen met verpleegkundigen, maar ook met artsen of informatie op de schermen laten zien over bijvoorbeeld bepaalde foto's of scans of zo. En waar we de schermen voornamelijk voor willen inzetten is om bepaalde natuurbeelden en ontspannende beelden op de achtergrond aan te zetten. Om een rustgevende omgeving neer te zetten die kan bijdragen aan ontspanning en stressvermindering. Dus wat we aan het doen zijn, is aan het kijken of we met allerlei continue monitoringsdata, of we die kunnen vertalen naar een stress- of pijnervaring van een patiënt. En dat zodra we weten of iemand pijn of stress heeft, dat we de patiëntenkamer hierop kunnen laten aanpassen. Dus bijvoorbeeld advies gaan geven van, hey, we merken dat u gestrest bent. Misschien is het iets om even op de achtergrond een ontspannende omgeving aan te zetten. Of om een virtual reality bril op te zetten die je kan afleiden van de pijn die je hebt. En als laatste had ik het hier eerder gehad over hoe belangrijk beweging is in het herstelproces. En ook beweging willen we op een leuke manier gaan stimuleren in de patiëntenkamer. En dat kan bijvoorbeeld door een home trainer te koppelen aan beelden van bijvoorbeeld het dorp thuis, waardoor je thuis door je eigen straten fietst. Of misschien wel door de straten van Parijs of van Sydney. Om op een leuke manier gestimuleerd te worden om al vroeg na de operatie weer terug te gaan bewegen. Nou, en als de patiënt dan eenmaal klaar is met het herstelproces in het ziekenhuis, dan eindigt wat ons betreft die patient journey nog niet. Dan, precies wat Johan net zei, met continue monitoring sensoren willen we de patiënt, voorzien we in ieder geval dat de patiënt kan worden gemonitord, ook als die thuis is. Kan de arts dat inzien van afstand en kan er via videobellen overlegd worden tussen de arts en de patiënt om bepaald advies nog te geven over bijvoorbeeld medicatie of het herstelproces nog een tijdje langer te kunnen volgen om het aantal terugvallen in het ziekenhuis weer te voorkomen. Nou, dus dit is in een hele grote notendop wij als nieuwe patient journey van de toekomst zouden zien. Dus daar wil ik het ook voor nu even laten en geef ik het woord weer graag door aan Harry. Nou kijk, Harry, ik denk dat het handig is als je hem gelijk even doorpakt en dan gaan we met de vragen aan de slag die ik in de chat zie binnenkomen. Is dat akkoord? Prima. Goedemiddag allemaal. Ik zal als laatste een bijdrage leveren en die is getiteld Nieuwe zorgconcepten mogelijk door digitale technologie. En ik ben werkzaam in het Radboud Ziekenhuis en het Radboud Ziekenhuis wil graag een leidende rol spelen om de zorg van de toekomst gestalte te geven. En ons motto is dat we dat graag doen in een gepersonaliseerde en in een vernieuwende, op een vernieuwende manier.
En dat doen we niet alleen maar in, met betrekking tot ziektes of diagnostiek of behandeling van ziektes, maar dat willen we ook graag doen als het gaat om de gebouwde omgeving en om, zoals u van eerdere sprekers hebt gehoord, het binnenbrengen van een zogenaamde healing environment. Wat ik u straks ga vertellen zijn twee voorbeelden van hoe de zorg door digitale technologie kan worden veranderd en aangepast worden. En het zal u niet ontgaan zijn dat als ik straks die twee voorbeelden vertel, dat dat een duidelijke boost heeft gekregen in, het, in deze coronatijdperk. Het is een beetje een groot woord tijdperk, maar in de afgelopen 8 maanden. Ik neem u even mee naar het concept wat hierboven hangt. En dat concept dat noemen wij het concept van sense, analyze, response, diagnose en response. En dat zie je zowel op de zogenaamde behavioral side, dus op het, zeg maar de zorg, het zorgprocessen, maar ook op de kant van de bytes. Als u kijkt naar de bytes, dus de digitale technologie die wij in het ziekenhuis gebruiken, maar ook elders, dan heeft dat meestal een soort wetmatigheid van je neemt iets waar, het wordt geanalyseerd, dan komt er een conclusie uit en dan volgt er een activiteit. Het verschil tot nu toe is dat als de mens dat doet, dan, en dat ziet u bovenaan, het is een heel complex plaatje, maar in ieder geval betekent het aan de linkerkant, als de mens dat doet, dan neemt de mens eigenlijk acties die nog steeds gebaseerd is op meningen en op geloof. Is wat je in de gezondheidszorg liever, zeker de toekomstige gezondheidszorg, en wanneer het individualiseren wil, dan wil je dan graag dat dat niet zozeer meningen zijn, maar dat het eigenlijk bewijs is. Dat het dus waar is. Facts. En vandaar dat wij ook uiteindelijk naar een model toe gaan, waarbij we zeggen van wat de mens waarneemt, maar ook wat de digitale technologie waarneemt en concludeert, dat moet elkaar versterken. Dus dan spreken we eigenlijk over een door de digitale technologie versterkte decision support. Dus een besluitvorming die door de mens nog wel, maar die door de digitale technologie wordt versterkt. Ik geef u even een voorbeeld uit een dashboard. Dit is een dashboard van een klassieke auto, zal ik maar zeggen. En u ziet hier dat alle lampjes gaan branden. En eigenlijk is iedereen die dit ziet op zijn auto, die heeft een bepaalde mening over wat er aan de hand is. Je kan dan in een gebruiksaanwijzing zoeken. En daar krijg je eigenlijk ook niet precies een advies van wat je nou precies moet doen. En eigenlijk past zo'n gebruiksaanwijzing helemaal niet bij de gedachten die je dat op het moment hebt. Want eigenlijk is de gedachte vaak van, kan ik hier nog mee thuiskomen? En hoe lang kan ik nog met deze lampjes rijden? Nou is het wel zo dat als je zoveel lampjes ziet op je dashboard, dat je misschien toch beter maar even langs de weg kan gaan staan. En als je kijkt naar de nieuwe dashboard, dit is dan een uit de Tesla natuurlijk, dat begrijpt u, maar dan krijg je eigenlijk veel meer door de sensing, de analyse die in het systeem wordt gemaakt, ook buiten de auto, dat je daarmee een antwoord krijgt, dus een activiteit die daadwerkelijk ondersteunt in de mens ondersteunt en wat die nog kan doen en wat niet. Ik geef u 2 voorbeelden van hoe we dat toepassen in de zorg. Het eerste voorbeeld is rondom het fenomeen het monitoren van vitale functies. Dan moet u denken aan bloeddruk, aan ademhalingsfrequentie, aan pols en aan temperatuur. En het continue monitoren daarvan op de verpleegafdeling. U zult zeggen, is dat nou zo bijzonder? Ja, dat is heel bijzonder, omdat dit soort vormen van continue monitoring wordt alleen maar op de intensive care gedaan, met heel veel toeters en bellen. En op de verpleegafdeling wordt eigenlijk klassiek, in de meeste ziekenhuizen, wordt 3 keer daags worden deze zogenaamde vitale functie worden gemeten. We hebben sinds 1 jaar of 3 in het Radboud, wordt dat bij ons op de gewone afdeling wordt dat gedaan met behulp van deze technologie. En u moet je voorstellen, dit is een plaatje van een verpleegpost, waarbij van al die patiënten die zo'n kastje om hebben, komen de gegevens continu binnen. En op dit moment is het zo dat die gegevens, die komen zo binnen. Elke minuut zie je allerlei waardes en dat betekent dat je daar op dit moment qua analyse en wat daar voor diagnose uitkomt, dat is heel moeilijk voor de verpleging en ook voor de dokters. En dat betekent dus dat je eigenlijk zegt van nou, we sensen hier wel wat er gebeurt in termen wat er aan de patiënt gebeurt. We hebben ook wel een analyse, dat is in dit geval een signaalanalyse,
Maar we hebben eigenlijk nog niet zo'n gedachte over in hoeverre dit nou ons handelen ondersteunt. Op basis hiervan en de ervaringen die wij hadden, zijn wij gaan werken met een concept dat we namelijk op afstand, dus in een speciale, ik kan daar zeggen cockpit, hoewel dit natuurlijk nog een slap aftreksel daarvan is, maar een soort cockpit, waarbij eigenlijk al die signalen binnenkomen, maar waarbij u op het tweede scherm van links ook geanalyseerde waarden ziet. En dat noemen wij dan scores. En die scores die geven al veel meer iets aan van, nou, er is een voorspelling van dat er binnen zoveel uur iets zou kunnen gebeuren. Meestal is dat een achteruitgang van de conditie van de patiënt. Is dat nieuw? Dit is niet nieuw, maar het is wel nieuw om dat binnen één ziekenhuis te doen. U ziet hier in Amerika een vorm van een afstandsmonitoring. En dat is van de intensive care. En dat is eigenlijk daar begonnen, omdat op een heleboel intensive cares, vooral op gebieden waar weinig dokters zijn, eigenlijk daar de zorg wordt overgenomen en op afstand wordt bewaakt. Wij zijn een stapje verder gegaan en hebben eigenlijk gedacht, als je nu op afstand kan monitoren en je hebt ook toegang tot allerlei andere gegevens van de patiënt, dan kan je ook op afstand groepen mensen, dus groepen zorgverleners, in actie laten komen. Die bijvoorbeeld bij een complicatie of bij een acuut probleem op zo'n afdeling, naar die afdeling toe gaan en dat probleem oplossen. Nu ziet u aan de linkerkant het klassieke model, waarbij eigenlijk wordt gekeken van door een verpleegkundige op de afdeling gaat het minder goed met de patiënt. Dan belt deze verpleegkundige de afdelingsdokter. Als dat 's nachts en 's avonds en 's nachts is, kan die afdelingsdokter gewoon thuis zijn. En dat betekent dus dat die dokter naar de afdeling moet komen. En ook vaak is het ook een probleem waar hij helemaal niet op dat moment zo deskundig over is. Dus we hebben eigenlijk gezegd, door die digitale technologie, door die continue monitoring op de afdeling, zijn we in staat om een centrum van monitoring op te richten in het ziekenhuis. En op basis daarvan kunnen we dus ook gespecialiseerde mensen in acute problematiek, kunnen we als een soort spoedeisende hulp, maar dan voor problematiek binnen het ziekenhuis, kunnen wij naar de patiënten toe laten gaan. Dus door digitale technologie een veranderd zorgconcept en dus eigenlijk wat we dan noemen een zorginnovatie. Als je dat koppelt met een andere vorm van digitale technologie, dat is in de termen van wayfinding, waarbij je locatiebepaling kan doen, betekent dat ook dat je met je gebouwautomatisering kan je dus deze groep die snel moet lopen naar een acuut probleem, kan je navigatie geven. Je kan automatisch de deuren openen, zodat ze vrije toegang hebben en niet hoeven te wachten op liften. En je kan mensen die voor de lift staan omleiden naar andere liften waar ze wel heen kunnen en waar deze spoedgroep niet van gebruik hoeft te maken. En daarnaast kan je ook gebruik maken van een directe oproep van anderen die ook voor dit probleem hulp kunnen bieden. Je kan dat verder uitbreiden en daar zijn wij mondjesmaat mee bezig om de informatie in zogenaamde augmented reality brils te vervatten. En dan moet je zich voorstellen dat iemand heeft een bril op, die krijgt de informatie uit het elektronisch patiëntendossier van deze patiënt die een probleem heeft en die kan direct zien wat die patiënt aan voorgeschiedenis heeft, wat er gebeurd is met die patiënt in de afgelopen uren. En die kan dus ook de afwijkende waarden zien op deze bril. En dat betekent dus dat je eigenlijk door de integratie van dit soort nieuwe digitale technologieën kan je hulp op maat bieden voor het individu door een gespecialiseerd team. Een volgende vorm van zorginnovatie, en die is echt heel sterk in de versnelling geraakt door de corona, in de coronatijd, is de zogenaamde virtual connected care. Ik sprak net al over die sensing, die data die binnenkomen in een remote monitoring centrum. En dat kan je dus ook gebruiken om bijvoorbeeld zorg op afstand, dus buiten het ziekenhuis te doen, maar wel vanuit het ziekenhuis geleid. Dit is een voorbeeld van een onderzoek wat wij doen met mensen die COVID-19, dus coronaziekte, hebben gehad en die thuis moeten revalideren, die met een virtual reality bril revalideren.
En u moet zich voorstellen, dat ziet er zo uit. Dit is nog in een fysiotherapiepraktijk. Maar wat hebben we hier aan gekoppeld is dat de activiteiten van deze patiënten, maar ook hun vitale functie, bijvoorbeeld hun zuurstofgehalte in het bloed, wat nog wel eens kan dalen bij mensen die deze ziekte hebben gehad, dat kunnen we ook op afstand monitoren. En dat betekent dat als je dan op afstand dit monitort en thuis wordt met virtual reality wordt geoefend en we zien dat bijvoorbeeld de zuurstofverzadiging in het bloed sterk daalt, kan dus zo'n signaal komen in jouw dashboard als hulpverlener in het ziekenhuis. En kun je dus op afstand ook met een videobeeldbelverbinding beeldbellen met de patiënt en hem aanwijzingen geven om dat anders te doen. Of om hem misschien wel aan te moedigen om nog verder door te gaan. Of daarnaast ook bijvoorbeeld zeggen van stop eventjes, laat het zuurstofgehalte wat op peil brengen en proberen wat andere spel te spelen in de virtual reality die minder zuurstofverzadering vermindering geeft. Dus ik geef hier in een notendop twee vormen van eigenlijk wat we noemen virtual connected care en dan in een apart, we noemen het dan centrum, maar je kan ook zeggen in een soort verkeerstoren omgeving. Het eerste voorbeeld is voor zorg in het ziekenhuis en het andere voorbeeld is voor zorg vanuit het ziekenhuis voor mensen die thuis zijn of in een eerste lijnspraktijk, bijvoorbeeld de fysiotherapiepraktijk of een huisartspraktijk. U zult misschien afvragen wat heeft dat te maken met gebouw en gebouwautomatisering. Als je over dit soort concepten nadenkt en nadenkt over dat er straks veel meer dokters en verpleegkundigen gaan beeldbellen, dat veel meer dokters gaan kijken en verpleegkundigen in omgevingen moeten zitten waarbij ze allerlei monitoren in de gaten moeten houden op een centrale plek, dan heeft dat gevolgen voor je gebouwde omgeving, maar ook voor je IT-infrastructuur. En dat is de reden dat ik denk dat dit soort ontwikkelingen belangrijk zijn voor u als luisteraar en kijker om dat in u op te nemen. Overigens is het heel actueel, want we hebben vorige week een verzoek gekregen vanuit de zogenaamde Federatie Medisch Specialisten, maar ondersteund door de zorgverzekeraars en VWS, om zo'n, dat heet dan Hospital at Home, dus om zo'n virtual connected care te verzorgen voor mensen die vervroegd worden ontslagen met COVID-ziekte. Dus het is heel actueel deze vorm van vanuit het ziekenhuis een virtual connected care tot stand brengen met thuis met de patiënt. Dit was mijn bijdrage en ik geef het woord terug aan mijn spreekslijst. Dankjewel, Harry. Het klopt inderdaad. Op nu.nl zag ik vanochtend al de aankondiging dat ziekenhuizen aan het zoeken zijn in combinatie met huisartsen. Hoe je nou het beste vervroegd naar huis kan, zodat ook de druk op de ziekenhuizen wat lager wordt. En dit lijkt mij een uitstekende oplossing. Kijken of we dat versneld kunnen implementeren. We hebben twee vragen in de chat op dit moment. En de eerste is eigenlijk, hoe leer je de algoritme data in en data uit? Johan, ben jij misschien degene die daar het beste antwoord op kan geven? Ik ben geen AI-specialist. Maar het idee wat wij in het EU-voorstel hadden daarover, was dat je tussen de ziekenhuizen, tussen de verschillende landen, specifieke vragen rond zou moeten sturen. Op basis van een specifieke vraag uit één land. Dus het grote probleem is eigenlijk binnen artificial intelligence, zeker in deze context, is dat je heleboel data nodig hebt om het systeem te kunnen laten leren. Maar daartegenover heb je heel veel privacywetgeving die eigenlijk het delen van data tegengaat. Dus ik weet wel dat daar wel binnen de artificial intelligence groepen over nagedacht wordt. Maar ik geloof niet dat het antwoord er al daadwerkelijk is. En dat zit eigenlijk tussen het verschil tussen privacy en de wens om data
te kunnen delen. Wat wel interessant is in deze context was dat een van de grootste problemen binnen het Sint-Olaf ziekenhuis was ook privacy. In hoeverre kan je en mag je mensen volgen in het ziekenhuis. Die discussie veranderde wel op het moment dat COVID er daarmee te maken hadden. Want dan heb je het over twee verschillende waardes. En dan kom je eigenlijk weer waarde voor wie. Je hebt de waarde van privacy en je hebt de waarde van veiligheid. Die met elkaar in balans gebracht moeten worden. Okay. Dankjewel. Marlijn, misschien kan jij nog antwoorden vanuit jouw healing environment onderzoek. Want jullie hebben heel veel data over patiënten. Of ze opstaan of liggen. En er was ook een vraag van Geert daarover of je ook wearables gebruikt. Ik denk dat de presentatie van Harry daar ook wel heel veel over heeft gezegd. Dat we zeker een hoop gebruik maken van continue monitoring data en wearables. Dus zo zijn we onder andere aan het kijken van kunnen we een stresssensor ontwikkelen op basis van de continue monitoringsdata van patiënten. En daaruit stress gaan abstraheren. Waar we de healing environment op willen gaan aanpassen. Maar inderdaad, voor zo'n algoritme is gewoon heel veel data nodig. Dus dat proberen we nu met vrijwilligers en met patiënten bij elkaar te gaan verzamelen. Maar dat zal telkens in ontwikkeling moeten blijven. We hopen een eerste concept te kunnen gaan neerzetten in dit project. Maar er is heel veel data nodig inderdaad. En dat hebben we niet zo 1, 2, 3 bij elkaar. En kan jij mij aangeven, want je zegt ik heb heel veel data nodig. Waar zijn we nu als je zegt aan de hoeveelheid data experimenten waar we zijn? Zitten we op 2%, op 0,5%? Zitten we op 10%? Durf je iets te zeggen van waar staan we met onze eerste pilot? Dat is een goede vraag. We hebben in ieder geval gelukkig een partner die volledig is gespecialiseerd in het ontwikkelen van zo'n algoritme. Die roept continu meer data, meer data. Hoe ver we zijn, dat zou ik niet durven zeggen. We zijn in ieder geval zover dat we bij gezonde vrijwilligers bijvoorbeeld een gesimuleerde patiëntenopname hebben gehad. En op het moment dat de infuuspomp 's nachts begon te piepen, dat we wel duidelijk een stresspiek kunnen terugzien. Dus op die manier hebben we in ieder geval wel de punten van het is mogelijk om dat soort momenten van stress terug te zien in de vitale kenmerken van mensen. En dat geeft in ieder geval genoeg motivatie om door te gaan met de ontwikkeling van zo'n algoritme. Dankjewel. Harry, kan je daar misschien nog op aanvullen? Want heb jij het gevoel welke data we nog echt nu nodig hebben? Want de potentie, de eerste trajecten hebben jullie staan. Durf jij iets te zeggen over hoeveel we nog moeten hebben? Ja, ik ben niet zo somber hoor, want er gebeurt al heel veel. En ook weer bijvoorbeeld in deze afgelopen maanden in de COVID-tijd is er heel veel gebeurd op het gebied van data-uitwisseling en ook op gebaseerd daarop wat we dan noemen predictive analytics. Dus ik denk dat een van de redenen waarom in de tweede golf het toch wat anders is dan in de eerste golf, afgezien van alle aanleidingen, et cetera, is toch ook dat we doen het beter in de ziekenhuizen op basis van deze data. En om een idee te geven, op dit moment zijn we bezig met een ander bedrijf om te kijken naar de continue monitoring data van en allerlei andere data van de afgelopen jaren, om te komen tot een voorspellend algoritme voor infecties na een operatie, wat een heel belangrijk probleem is en wat ook heel veel impact heeft op de patiënten. En daar worden onze data samengevoegd met die data van Leiden en de data van Amsterdam. Dus het is wel degelijk mogelijk om op die manier hele grote datasets te krijgen. Het is wel een beetje lange adem in het begin. Maar op een gegeven moment, met betrekking wat Johan ook zegt van privacy, maar op een gegeven moment wanneer je met elkaar hebt afgesproken hoe je dat goed regelt, dan staat dat ook, dan wordt dat beschreven en dan kan dat ook bij de volgende keer is dat een stuk makkelijker geworden. Dus ik denk dat, en het ligt natuurlijk ook aan welk probleem je pakt. Hè. Ja, vroeg over 2% of 3% in sommige gebieden. Bijvoorbeeld als ik kijk naar de radiologie, dus een voorspelling of bijvoorbeeld op een foto of een CT-scan een tumortje longkanker is. Hè, dus een kanker, dat is al heel ver gevorderd. En dat is, daar zijn ze, ik wil niet zeggen bij 100%, maar dat zit, in sommige wordt dat al toegepast en wordt het gebruikt om de radiologen te ondersteunen.
als je kijkt in de dag tot dag in het ziekenhuis, maar ook thuis, de monitoring en ook het reageren daarop. Dus het reageren op de monitoringgegevens van patiënten of in het ziekenhuis. Ja, dan zijn we er nog wat verder af. En dat heeft te maken met het feit dat je om zo'n algoritme te ontwikkelen moet je weten, en dat wordt terecht in die vraag gesteld, dan heb je dus betrouwbare output data nodig die je dus kan combineren met de toestand op dat moment. En daar zijn we in het ziekenhuis hard mee bezig, maar zover zijn we nog lang niet, laat ik zo zeggen, dat we dat systematisch en goed doen. Dankjewel. Er is ook een vraag gesteld over, ja, we hebben het steeds over die patiënten, maar hoe gaat het eigenlijk met het personeel? Want ja, Johan zei al heel terecht van, ja, we krijgen steeds minder handen en we moeten het steeds beter en handiger doen, maar hoe is de stress daar? Heeft een van jullie daar een antwoord op? Even je hand omhoog, want dit is altijd lastig online. Wie durft daar een indicatie over te geven? Nou, ik durf er wel iets over te zeggen. We hebben jaren geleden, dat is dan misschien de verkeerde doelgroep, het waren chirurgen. En die hebben wij met de stresssensor, want de belangrijkste doelgroep nu is gewoon verpleegkundigen. Daar ligt het grote zwaartepunt als het gaat om de COVID-crisis. Maar toen hebben we gekeken naar chirurgen, toen hebben we gekeken naar de stress, zo'n stresspatch. Dat was een hele beginnende pleister eigenlijk, maar intelligente pleister. En daar zagen we wel degelijk dat in de verschillende activiteiten die zo'n chirurg overdag had, dat daar stressmomenten bij waren. Maar wat opvallend was, is dat gezien werd. En als je dan vroeg vlak daarna van, nou, heb je dat zelf ook ervaren? Dan was dat vaak niet zo. En dat heeft ons echt geholpen om ook met mensen in gesprek te gaan, met medewerkers, en te zeggen van, nou, oké. We moeten misschien, je ervaart misschien zelf stress, maar we merken ook dat er gewoon op momenten zijn dat je die stress niet ervaart, of dat je die wegduwt en die zeker wel is. En ik denk dat die combinatie op die manier kan dus, een wearable die bijvoorbeeld stress meet, kan dus bijdragen. Nou ja, wat je natuurlijk wel gezien hebt is in de afgelopen maanden op het gebied, in de nieuwsberichten, dat ziekenhuizen bezig zijn met stressreductie door bijvoorbeeld virtual reality toe te passen, maar ook in de COVID, ook al bij de eerste golf, is natuurlijk veel psychosociale hulp geweest van de medewerkers. En dan merk je toch wel dat veel medewerkers een uitlaatklep nodig hebben vlak na de dienst en in de debriefing en bij elkaar komen. Dus het is zeker actueel. Ja. En Johan, want jij doet juist tussen die processen, die mensen en die patiënten. Waar zit daar de stress, zeg maar? Of zou je kunnen zeggen van, nou, we organiseren een soort nieuwe stress doordat je kijkt tussen alle huidige processen? Ik denk dat je daar ook daar weer geldt hoe je de waarde voor de verschillende stakeholders kan realiseren. Dus hoe iets wat stressreducerend voor een patiënt kan zijn, extra stress kan opleveren voor een verpleegkundige. En ik denk dat het, zeker binnen automatisering in gebouwde omgeving, denk ik dat het altijd heel belangrijk is dat je kijkt hoe je eigenlijk werk wat, dat je het werk de goede kant op schuift. Dus dat je een arts moet nooit wat doen wat een getrainde verpleegkundige kan doen. Een getrainde verpleegkundige moet nooit iets doen wat een verpleegkundige kan doen. Een verpleegkundige moet nooit iets doen wat een verzorgende kan doen. En soms heb je innovaties in de zorg, bijvoorbeeld binnen logistiek, die juist meer werk naar de verpleegkundige schuiven, wat heel goed door logistiek medewerkers gedaan kan worden. En dat is, daar zie je zeg maar, hoe belangrijk onderzoek is, maar het ook het doordenken van het, niet alleen de technologische ontwikkeling, maar wat betekent dit voor het hele ecosysteem eigenlijk van de organisatie van zorg. Ja, en ik denk Marlijn, want dan doe ik even een eigen interpretatie, dus correct me als het helemaal totaal mis is. Jij vertelde net over die patiënt die eigenlijk een aantal vragen niet meer durfde te stellen, omdat ze misschien wel niet zo goed meer wisten op welk niveau ze welke vraag moeten stellen. Is dat ook uit jouw onderzoek gekomen?
Wat we merken vooral bij patiënten is dat ze zich schuldig kunnen voelen voor het stellen inderdaad van simpele vragen. Van maak voor mij de gordijnen open, omdat iemand ligt in bed en kan niet zelf het bed uit. Dus nu moet daar gewoon hulp voor worden gevraagd. Of in een vrijwilligersonderzoek waar we dan vrijwilligers hebben opgenomen 24 uur in het ziekenhuis en gesimuleerde zorg hebben gegeven. Daar zei ook een van de vrijwilligers van ik ben gewoon gestopt met drinken, omdat ik het vervelend vond om de hele tijd om water te moeten vragen bij de verpleegkundige en daarmee de verpleegkundige tot last te moeten zijn. Dus op die manier merk ik zeker wel dat er gewoon iets onbewust zit van ik durf dit niet te vragen, omdat dat er al zo'n druk op verpleegkundigen zit. Dus als je dat zou kunnen uitsplitsen in dingen die de patiënt zelf vanuit een tablet kan doen in de patiëntenkamer. En simpele vragen zoals een glas water halen naar een ander type persoon, misschien wel een vrijwilliger, kan gaan doorspelen. Dan wordt het zorgproces wat dat betreft ook een stuk efficiënter ingericht en de druk op een verpleegkundige ook wat verlaagd. En ik denk dus op die manier dat je dus en de patiënt en de medewerkers en de chirurg allen minder stress kan weten te organiseren door deze data. Ik zei het net al, is er genoeg data? Julia, mag ik er iets vroegen? Want kijk, het personaliseren hiervan betekent dat je een patiënt die juist voor zijn genezing uit bed moet, die moet je dus eigenlijk identificeren en die moet je dus stimuleren om zelf uit bed te gaan, om die gordijnen dicht te doen, om zo maar te zeggen. En nu is het zo dat wij in de zorg, en dat is nu gordijnen, maar dat gaat om een glaasje water, maar het gaat ook heel simpel over dat soms in een kamer de stopcontacten zo slecht gesitueerd zijn dat je niet eens je eigen laptop kan opladen. En dan moet je eigenlijk voor uit bed, en als je dan bedrust hebt, dan mag dat niet. Dus wij hebben eigenlijk hebben patiënten tegen ons gezegd van op een heleboel aspecten hebben ze onze ogen geopend hoe slecht wij nadenken in de inrichting van een kamer, in de domotica, hoe slecht wij nagedacht hebben daarover. En dan moeten we echt verbeteringen brengen en vooral individualisering. Dus we moeten, als je domotica beschikbaar stelt, moet je er ook voor zorgen dat iemand niet automatisch lui op zijn bed is. En wie kan, die moet dus gewoon zelf eruit om dus die genezing bij hemzelf ook bij te dragen. Ja, dat geloof ik graag. Nou ben ik helaas de laatste periode wat meer ervaren geworden in ziekenhuizen. En weet ik wel dat ik tegenwoordig het verlengsnoertje standaard in het meeneemtasje stop om de oplader te kunnen opladen. Wat raar is. Anders dus was er geen contact met de patiënt, want je mag er niet zo goed bij in deze periode. Precies. Dus die digitalisering die vindt ook tussen patiënt en zorgtekers klaar, kan ik je inmiddels vertellen. Maar dat zijn geheel eigen persoonlijke ervaringen. In de chat is het inmiddels rustig. We hebben 15 seconden vertraging. Dus als je nog een vraag moet stellen, kan je dat dan doen. René reageert, zijn de aanpassingen eigenlijk patiëntgedreven? Dus kan jij zeggen, goh, iedereen heeft dat hele grote beeldscherm wat Marlijn liet zien. En jij mag wel het knopje bedienen, gordijntje open, gordijntje dicht, om het maar eventjes te doen. Maar die wat mobielere patiënt, die wordt dat gewoon geband en die moet eruit en mag het zelf doen. Zijn we al zover dat we kunnen zeggen, patiënt A mag dit wel, patiënt B loopt u zelf maar? Ik zou het niet op zo'n gepersonaliseerd vlak gaan doen. Iedereen de mogelijkheden blijven geven. Maar wel, zeker in samenwerking bijvoorbeeld met de fysiotherapeut, zodra een patiënt uit bed kan, dat je hem ook uit bed haalt en de mogelijkheden geeft om bijvoorbeeld die beweegoefeningen te doen op zo'n home trainer, wat ik zei. Dus wat dat betreft, personalisatie ligt op het vlak van de patiënt, dat hij zelf de omgeving kan aanpassen naar wat hij zelf fijn vindt. Maar ik zou niet direct zeggen van, jij moet uit bed, dus je mag niet meer met een knopje de gordijnen openmaken. Dan wordt de technologie wat dat betreft wel heel erg dwingend en dat willen we ook absoluut voorkomen. Nee, ik wou zeggen, als je mijn fantasie loslaat, dan ziet die sensors je zo aan je bed jagen. Zo van, tijd om op te staan, eruit. Helemaal niet zo vriendelijke sensors. Gewoon vervelende dingen, dan zijn het. Ik moet afronden, want ik kijk naar de tijd. We zijn al ietsje uitgelopen, maar we moeten nu afronden. We krijgen al complimenten.
We krijgen nu ook een paar vragen over, is verlichting meegenomen? Nou, volgens mij heb je dat gezegd, Marlijn. En anders mag er altijd contact opgenomen worden met onze sprekers. Ze zijn via LinkedIn zeker te bereiken. Je kan deze sessie terugzien. Daarvoor die krijg je toegestuurd. Volgens mij eind volgende week of deze week. Die discussie ken ik niet precies, maar ik mag hem afronden. Mag ik hartelijk danken. Johan Zwart, voor jouw interessante nieuwe ontwikkelingen die het internationale perspectief weer een beetje meenam. En nou ja, ik hoop je weer snel in Nederland te mogen zien. Marlijn, jij dank je wel voor het meenemen wat er op patiëntniveau allemaal kan. En Harry, jij dank voor jouw perspectief over hoe chirurgen en hoe dat in het ziekenhuis weer verder gaat. Alle vragen zijn volgens mij beantwoord. Ik mag jullie hartelijk danken. We gaan op de knop sluiten drukken. Ik zwaai. Wij zwaaien allemaal en tot ziens. Dag. Doei doei.